Deze video is live opgenomen tijdens een van de bijeenkomsten in het kader van het jaartraject Ontwikkel Jezelf. Je kan de website checken voor data en opties en deze noem ik in het commentaar onder de video. Deze video heet Ontwikkel Jezelf, Stralen en in je kracht staan. Er wordt van uitgegaan dat je al weet hoe een bodyscan gaat. Zo niet, doe dan eerst bijvoorbeeld de geleide meditatie Pilaar van Licht onder leiding van aartsengel Metatron, die ook op mijn YouTube-kanaal staat en de link meld ik hieronder. Subscribe, like en deel deze video en andere video's alsjeblieft. En klik op het belletje, zodat je op de hoogte gesteld wordt als ik nieuwe video's upload. Veel plezier en dankjewel. Lekker zitten. Word je bewust van je hele lichaam. Doe jezelf maar even een bodyscan, beginnend bij je hoofd, en het hoeft niet lang te duren, maar ga alle lichaamsdelen even na. Dat je uiteindelijk straks bij de voeten uitkomt. Terwijl je dat doet, kijk of je de zwaartekracht ook kan voelen. En stel je dan voor dat die vooral het werk doet om je te aarden. Dus jij hoeft niks te doen, alleen maar gewaar te worden. Dat proces van de bodyscan af. Breng je aandacht eerst even in je tweede chakra, je sacrale chakra. Net onder je navel. Neem gewoon waar of het daar open voelt of niet, zonder dat je iets hoeft te veranderen. En breng gewoon je bewustzijn daar.
je ook simpelweg weer op hoe het daar voelt. Of het open en ruim voelt, of juist niet. Als je de houding hebt van de open onderzoeker, hoef je daar niks te veranderen. Dan zie je het gewoon voor wat het is. Oké, dit voel ik nu. Stel je dan voor of zet de intentie wat voor jou het beste werkt, dat je als het ware wat dieper je hart in kan. Wees nieuwsgierig wat er dan gebeurt. Zonder er een vorm bij te hoeven bedenken of te hoeven zien, nodig je je hoogste zelf hier ook uit. Je ziel, deel van jou dat weet. Misschien voel je het contact, misschien nog niet, maar zet de uitnodiging toch uit. Daarbij de affirmatie dat op de tijd die voor jou het juiste tijdstip is, juiste tijdsbestek, dat je hiermee meer en meer samensmelt, meer en meer op dit deel zal leren vertrouwen. Niks afgedwongen te worden, want dan gebeurt het gewoon op de tijd, op de termijn die precies bij jou past. Jouw tempo, jouw missie, jouw taak. In je hart voelt.
rest van je chakra-kanaal naar. Vanuit je hart naar boven en naar beneden. Dat je verbinding voelt met de bron, dat je die nog even extra wil maken vanuit je kruinchakra. Hetzelfde met contact met de aarde. Kijk of dat je in je hart pure liefde kan voelen. Een zuiver licht. Misschien een sprankje, misschien heel veel. Maar maak daar contact mee. Voel je misschien dat op het moment dat je dat doet, dat er iets gebeurt? Wees nieuwsgierig. Ongeacht of je dat voelt al, of je dat kan opmerken. Stel je voor dat je al dit licht, al deze liefde vanuit je hart in deze kring brengt. Alle hartsenergie. Verbonden met de onvoorwaardelijke liefde uit Moeder Aarde. Zuiver bronlicht. Blijf opmerkzaam, blijf nieuwsgierig. Wat neem ik waar? Je hoeft niet hard te werken, gewoon nieuwsgierig blijven. De eerstvolgende inademing. Als het ware direct in je hartchakra in. En je ademt uit vanuit je hartchakra naar je linkerbuurvrouw, de kringhond. Je ontvangt rechts. Dankbaarheid voelen voor wat er afgelopen jaren is ontstaan, voor wat
wat het je heeft gebracht, wat het ook is. Kijk dan of je dat gewoon zonder woorden rond kan laten gaan, die energie. Al is het maar voor jezelf, maar het mag ook voor alle anderen. Alles wat van dankbaarheid is, die energie is prachtig om te geven. Terug met je aandacht in je hart. Misschien wil je je handen op je hart leggen, op je hartchakra. En op die manier je eigen hart en ziel bedanken. Op luistert om je te ontwikkelen. Om de wikkels die rondom jouw pure kern zitten, langzaamaan in jouw eigen tempo af te pellen, er doorheen te gaan kijken, zodat je puurder en puurder kan stralen en meer in je kracht kan staan. Jezelf daar iets aan toe wilt voegen in jezelf, doe dat. En dan kom je in je eigen tempo helemaal terug. In je lichaam, adem diep in, een paar keer en adem goed uit. Voel dat je gegrond bent. Vraag om hulp als het je niet meteen lukt. Als je helemaal terug bent, mag je elkaar aankijken. Via je ogen uitstralen wat je wilt zeggen. En met woorden wil ik jou bedanken voor je deelname. Jouw ontwikkeling van jezelf draagt bij aan een mooiere wereld. Dankjewel. En zoals ik al zei, je kan je abonneren op mijn YouTube-kanaal, Van Harte Coaching, Arjette Loeven. Daarnaast heb ik een Engelstalig YouTube-kanaal, Heart Solutions, Arjette Love. Dat is met Heart and Soul. Je kan je abonneren, je kan het belletje aanklikken en nog meer genieten van nog meer gratis video's. En meditaties. Dankjewel. Namaste.